Hoi, mijn naam is Sophia en hoewel het nog eventjes duurt voordat ik op mezelf ga wonen, dacht ik, waarom zet ik niet alvast wat lijntjes uit? En ga ik even langs bij de grootste woningcorporatie van Amsterdam, IJmera. Kom maar mee! Hallo? Een nummertje. Hoi. Ik wil Marike zijn. Dat klopt. Welkom bij het regiokantoor van IJmera. Leuk dat je er bent. Dank u wel. Ik zoek een huis. Oh, jij ook al? Oh, ja. En ik kom natuurlijk de kwartaalcijfers met u doorspreken. Ook belangrijk. Zullen we dan even een plekje zoeken waar we even goed met elkaar kunnen praten? Yes, let's go. Kort een beetje vinden. Ja hoor. Ga je gang. Wat heb je mooi pak aan. Je ziet er bijna netter uit dan ik. Ja, het moet wel goed voor de dag komen, hè, als ik de cijfers kom doorspreken. Dat is waar. Ik heb natuurlijk wat vragen voorbereid, dus als u er klaar voor bent, ga ik beginnen. Nou, zeg maar je en ik ben er helemaal klaar voor, dus ik ben benieuwd. Kom maar met die eerste vraag. Je staat als vrouw aan de top en bent daarmee voor veel vrouwen, inclusief mezelf, een groot voorbeeld. Wat is je beste tip voor mij als vrouwelijke CFO? Nou, allereerst een leuke vraag, want voorbeelden helpen, hebben mij ook geholpen. Mijn beste tip zou zijn, kies iets wat je leuk vindt. Want als je iets leuk vindt, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En als je er dan een beetje goed in bent, dan kom je aan de top. Dus doe iets wat je leuk vindt. En wie was jouw voorbeeld dan? In mijn carrière heb ik een heel mooi rolmodel gehad. Eigenlijk een vrouw die tegen mij zei, je kunt veel meer dan je denkt. Ga daarvoor. En net even dat zetje, dat helpt dan soms om voor mezelf om ook dat stapje extra te zetten. Inmiddels is 33% van de afgestudeerde financials vrouw. Dat aantal is de laatste jaren met maar liefst 49% gestegen. Zie je deze groeiende trend van vrouwelijke financials ook binnen IJmera? Nou, allereerst, ik word eigenlijk wel een beetje blij van deze cijfers. Er mogen nog wel wat meer vrouwen bijkomen in die financiële functie. Binnen IJmera hebben we best veel vrouwen bij ons werken. Helaas op de financiële functie nog niet in de aantallen die jij nu noemt. Maar ik hoop dat met wat er in de pijplijn zit aan vrouwelijke studenten, dat dat binnen een aantal jaren toch ook echt verandert bij ons. Misschien in de toekomst komen er wel meer vrouwen bij. Ja, misschien kom jij wel bij ons werken. Ben je zelf betrokken bij initiatieven om meer vrouwen in de financiële wereld te introduceren? Ja, daar ben ik wel bij betrokken, ook omdat ik geholpen ben. Dus ik had ook een voorbeeld die mij net dat setje gaf. Dus ik denk dat gun ik anderen ook. Dus ik ben mentor van een hele talentvolle financial die een opleiding doet. En ik ben betrokken bij topvrouwen. En dan kun je met mij een kopje koffie drinken. En zo probeer ik mijn ervaring ook te delen om vrouwelijk talent ook echt te stimuleren om die volgende stap te zetten. Ik moet natuurlijk nog best wel lang studeren om CFO te worden. Kunt u mij niet alvast helpen met een kamertje in Amsterdam? Ja, dat zou iedereen wel willen, Sophia. Want dat is eigenlijk wel een groot probleem in Nederland. Er is een enorme wachtlijst. Het kabinet heeft ook aangegeven, er moeten eigenlijk 100.000 woningen per jaar worden bijgebouwd om eigenlijk het tekort aan woningen op te lossen.
Dus ik kan je helaas niet aan een kamer helpen. Maar ik heb wel een tip voor je. Als je 18 wordt, meteen inschrijven op Woningnet, zodat je op die wachtlijst komt te staan. Want die wachtlijst die duurt wel een aantal jaren voordat je echt een woning krijgt aangeboden van ons. Nou, heel erg bedankt voor de tip. De huurprijzen zijn dit jaar al met 5,3% verhoogd. Wat is uw verwachting voor de komende jaren met betrekking tot de huurprijzen? Kan ik alvast een beetje sparen? Ja, we proberen de woningen zo betaalbaar mogelijk te maken. Maar we zien ook dat onze kosten toenemen. Dus materialen, het onderhoud van de woningen. We zijn ze ook aan het verduurzamen. Dus we verwachten eigenlijk dat die huurprijzen nog wel zullen blijven stijgen de komende jaren. Wij vragen ook in Den Haag aandacht voor de totale woonlasten van onze huurders. Want ja, het staat wel onder druk. Het is wel een groot probleem in Nederland. Ja, dus je moet het wel uiteindelijk kunnen betalen. Maar wij kunnen ook niet alles oplossen. En wij moeten ook zorgen dat we die woningen goed houden. En daar hebben we ook geld voor nodig. En dat krijgen we via de huren. Nee, tuurlijk. Aymeren werkt iedere dag met energie, passie, kennis en kunde. En mooi, hè? Ja. Ja. Maar zoals jullie zelf zeggen, een thuis is niet alleen een dak boven je hoofd. Waar denk jij aan als je denkt aan thuiskomen? Ja, als ik denk aan thuiskomen, dan is het inderdaad meer dan dat dak boven mijn hoofd. Dan denk ik aan mijn jongens die thuis zitten, mijn man en mijn twee zonen. Maar ik denk ook aan dat heerlijke kopje espresso. Nou, je had wel veel van espresso, hè? Ja, dat klopt. En van lekker eten, ook dat. Oh ja. Ja, ik ook. Onlangs is de wet betaalbare huur aangenomen door de Tweede Kamer. Bent u een voorstander van deze wet en wat voor impact heeft deze wet op Aymeren als organisatie? Nou, ik ben voor de wet betaalbare huur omdat ik vind dat iedereen eigenlijk een betaalbare woning verdient. Wat je wel ziet in Nederland is dat er zoveel op de schop gaat waar het gaat om huren en wonen. Het moet wel aantrekkelijk blijven, ook voor beleggers om te investeren in huurwoningen. Dus qua belasting mag het nog wel wat aantrekkelijker worden. Maar die wet betaalbare huur, daar ben ik wel voor. En voor Aymeren, wij zijn al van de betaalbare huur. Dus dat is iets wat wij eigenlijk altijd al deden en daar hebben we geen wet voor nodig. Hoe balanceert Aymeren de noodzaak om financieel gezond te zijn met de missie om betaalbare huisvesting te bieden? Dat is echt wel een dilemma. Dus daar zitten we te wikken en te wegen. Omdat we enerzijds hebben we die financiën nodig om gezond te blijven. En tegelijkertijd zien we ook dat onze huurders ook een smalle portemonnee hebben. Dus we kijken dan wat allebei nodig is. En we hebben ook met de huurdersverenigingen gezegd, want de huurders zijn ook vertegenwoordigd in een vereniging, dat we dat ook in Den Haag moeten vertellen. Wij moeten winstbelasting betalen. Maar we zijn helemaal geen bedrijf wat gericht is op de winst. Dus als die er af kan, dan zijn we ook beter in staat om de huren niet te verhogen. Want dan krijgen we langs andere weg de financiële middelen. Want ondanks inspanningen om het woningtekort in de metropoolregio Amsterdam aan te pakken, bleef het tempo van de nieuwbouw achter bij de doelstellingen van Aymeren vanwege trage procedures, gebrek aan bouwlocaties en stijgende kosten. Hoe heeft Aymeren gereageerd op de financiële uitdagingen die eruit voorkwamen? Je bent goed voorbereid, zeg. Je hebt je goed verdiend. Nou, kijk, wij hebben echt een ambitie om bij te bouwen. Om echt sneller die woningen neer te zetten. Ja, jij gaf al aan, jij wil straks ook een woning. We hebben een enorm tekort. Dus ondanks alle belemmeringen waar we tegenaan zijn gelopen, hebben we gezegd, we moeten bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Dus we zijn heel erg ook gaan investeren in flexwoningen. Dat zijn hele goede woningen. Wij zeggen, dat zijn permanente woningen. Maar die kunnen we op een tijdelijke plek neerzetten. En dan kunnen we toch wat sneller woningen neerzetten waar zeker voor de komende 15 jaar mensen direct huisvesting hebben. Het oplopende woningtekort vormt een groot probleem voor de Nederlanders die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Welke investeringen doet Aymeren om toch voldoende betaalbare woningen beschikbaar te stellen? Ja, wij doen heel veel inspanningen. Als je kijkt naar de huidige economie, dan zijn de kosten vrij hoog. De rente loopt op. Dus je ziet eigenlijk in de markt dat bepaalde partijen zeggen, we gaan nu niet meer investeren, want dat loont eigenlijk niet. Maar wij als Aymeren zijn een maatschappelijke organisatie. Dus wij zeggen, ook als het wat duurder wordt, gaan we toch investeren. En zo proberen wij ons steentje bij te dragen om ook in deze moeilijke economische tijd toch woningen neer te zetten. Zoals ik net al zei, zou ik heel graag in Amsterdam willen studeren. Denkt u dat het realistisch is of zou ik mijn horizon moeten verbreden? Nou, je maakt een kans, maar de wachtlijsten zijn best lang. Dus ik zou je horizon verbreden. En wij hebben hier ook woningen in Hoofddorp, dus ik laat je graag een heel interessant project zien. En vanuit Hoofddorp ben je ook zo in Amsterdam. Nou, daar ben ik echt heel erg benieuwd naar.
Op welk project of initiatief bent u het meest trots op als de CFO van IJmeren? Nou, dan ga ik er toch twee noemen. Eén, hebben we een prachtig project gehad in Nieuw-West in Amsterdam in het Hof van Descartes, waarin we alle woningen hebben verduurzaamd, waardoor de energielasten voor onze huurders echt omlaag zijn gegaan. Daar ben ik echt trots op. En een ander project, en dat laat ik je ook eigenlijk graag zien zometeen, is een project waar we eigenlijk met enorme snelheid de woningen in de fabriek hebben gebouwd. En dat is de toekomst. Door in de fabriek te bouwen kunnen we en snel woningen bouwen en houden we ze betaalbaar. Dus dat wil ik je heel graag laten zien, want wie weet is dit wel jouw toekomstige woning. Ga je mee? Ja, die zou ik zeker graag willen zien. Nou, kom maar. Nou, welkom Sophia. Welkom op de IJdoornstraat. En waarom is dit zo'n mooi voorbeeld? Omdat we hier de woningen ongelooflijk snel hebben kunnen neerzetten. Ze komen uit de fabriek, het is sneller, het is duurzamer, ze zijn energie-neutraal en ze vangen CO2 op. En ze zijn ook betaalbaar. Dus ik zou zeggen, doe je schoenen aan, doe een helm op en dan gaan we een kijkje binnen nemen. Het ziet er inderdaad heel gaaf uit. Ik ben heel benieuwd. Nou, Sophia, ben je er klaar voor? Zeker weten. Nou, je ziet er mooi uit. Mooie schoenen, mooie helm. Ja, heel erg bedankt. Kom maar, gaan we even kijken. Kijk, dit is gewoon de toekomst. Je bouwt het in de fabriek. Het is 's nachts over de weg vervoerd. Je takelt het neer. Het enige wat er nog moet gebeuren is aansluiten op het riool en op de elektriciteit. En klaar om te gaan wonen. Dus dit is de toekomst van huizen. Dit is de toekomst van huizen bouwen, inderdaad. Zullen we een kijkje nemen binnen? Ja, dat lijkt me wel interessant. Dus dit is de woonkamer. Dit is de woonkamer. En het is een driekamerwoning. We hebben ook twee kamerwoningen. Hier een slaapkamer, daar een slaapkamer. En er zit gewoon aan kant en klaar een badkamer in. Heel gaaf. En het mooie van deze woning is dat die ook ongelooflijk duurzaam is. Dus je hoeft niet zoveel te stoken. Dus het is goed voor je energierekening, goed voor je portemonnee. Hè? We zijn tenslotte financials. Nou ja, kijk, en de keuken zit er ook al in. En, nou, wat denk je ervan? Is dit iets voor je? Zou je hier willen wonen? Ik denk wel in zo'n huis, maar misschien niet in Hoofddorp. Het is toch iets te ver van Amsterdam. Maar misschien moet ik nog wel een beetje goed rondkijken. Misschien moet jij gewoon nog even rondkijken, want ik moet er vandoor. Voordat u gaat, ik heb nog één laatste vraag. Welke CFO zou u in de volgende aflevering willen zien? En wat zou u aan hem of haar graag willen vragen? Nu we toch een beetje in de bouwbalans zijn, komt de naam van Frans, de CFO van BAM, bij me op. Dus Frans, mijn vraag aan jou zou zijn, wat doet de BAM eraan om woningen versneld neer te zetten en te verduurzamen? Nou, dat was een hele mooie afsluiter. Heel erg bedankt voor je tijd en hopelijk zie ik je nog een andere keer. Nou, dankjewel en ontzettend leuk je om je te hebben. Heel erg bedankt. Tot ziens. Doeg. Doeg. It's showtime. Nou, hier is eigenlijk niet zoveel te doen. Ook niet. Ja. Ja. Niet slecht. Lijp. Het is misschien nog niet helemaal af en een beetje leeg, maar ik claim hem alvast. Nummer 74 en IJmeren zijn... staan approved. Oh.